Ik ben Dilgesh Roujbehani. Ik kom uit Koerdistan en momenteel woon ik in Antwerpen. Sinds 2003 ben ik bezig met de filmwereld. In het begin heb ik een werk gevonden bij het Amerikaanse filmbedrijf Avini Films. Ik heb gewerkt met Avini Films ongeveer 5 jaar als cameraassistent, regieassistent en montageassistent. En ook daarna heb ik een ander werk gevonden met een Britse filmbedrijf, die heet RWF World. We hebben heel veel documentaire reportage over de situatie in Koerdistan en Irak gemaakt. In 2007 heb ik mijn eerste korte film gedraaid in Koerdistan. Die heet Heiva Blind. Heiva Blind heeft derde plaats gewonnen in Avini Short Film Filmfestival in 2007. In 2009 heb ik een andere korte film gemaakt, Der. Die heb ik een subsidie gekregen van de Koerdische regering. Der geselecteerd voor een Soleimani Filmfestival, London Kurdish Filmfestival in 2011. En ook voor Cinepublic Filmfestival in Gent 2011. En ook in 2012 daar geselecteerd voor Interfilm, International Short Film Festival in Berlijn. Eind 2009 heb ik naar België gekomen met persoonlijke reden. In het begin was het niet makkelijk om in België te wonen. Je moet taal leren, je moet integreren, je moet traditie, cultuur aanpassen. Het was niet makkelijk. Wou ik ook in België film maken, maar dat was ook niet makkelijk. In 2012 heb ik een opleiding gevolgd in Brussel bij Exit 399. En elke student in het eind van de opleiding moet een reportage maken. In 2012 heb ik mijn nieuwe korte film gemaakt, Black Honor. Het gaat over eerproblemen in onze wereld. Hè. Overal gebeuren dat familie niet laten hun dochter met iemand anders wonen die ander geloven heeft. Dus Black Honor, we hebben geprobeerd om iets te maken in deze situatie. Black Honor getoond in Cultuurmarkt in Antwerpen in 2013. Momenteel ben ik bezig met een andere korte film. Die heet House of Wolf. Dus het plan is volgende band gaan draaien in Antwerpen. En de bedoeling om dit korte film te maken om naar heel veel filmfestivals te sturen.